Wie kent ze niet? Enorme posters op ruiten van leegstaande winkelpanden die schreeuwen om verhuurd te worden. Ook dit winkelgebied in Spijkenisse kampte na de herontwikkeling met leegstand en dus afnemende aantrekkelijkheid. Het probleem werd als uitdaging opgepakt. Men wilde het verzorgingsgebied betrekken bij de campagne en potentiële huurders uit de nabije omgeving aantrekken. Daarin zat een idee. Er werd niet gekozen voor traditionele leegstandsdecoratie, maar om mensen een kans te geven de droom van een eigen winkel waar te maken. De perfecte reden om Moeders met Lef, zoals later ook de campagne zou gaan heten, uit te dagen. De uitdaging begon bij de zoektocht. Het project werd toepasselijk gestart als een moederdagactie via een advertentie. Daarin werden ondernemende moeders met lef en creatieve ideeën gezocht. De inzet? Een gratis winkelpand voor een half jaar. Het aantal aanmeldingen van ondernemers in spe overtrof alle verwachting. En op spontane wijze groeide de campagne uit tot enorme omvang. De campagne brandde goed los in de echte strijd om het pand. Steeds meer ontwikkelingen rond de actie in haar verloop waren het communiceren waard. Hierdoor ontstond een vliegwiel in pers en op sociale media. Het publiek koos uit 7 geselecteerde 3 finalisten. Wat leidde tot een wel heel letterlijk hoogtepunt. Een pitch voor de jury midden in het centrum vanaf een hoogwerker. Planning en strategie werden continu bijgestuurd zodat de kwaliteit van de campagne op hoog niveau bleef. Zo kon in elke fase van de campagne de content maximaal worden benut. De interactie met en betrokkenheid van het publiek was groot van begin tot eind. De finale werd groots gevierd met letterlijk de sleutel tot succes voor de winnaar. Spijkenisse heeft uit 2 problemen een uitdaging verzilverd met een goed idee en de durf om het publiek blijvend te betrekken. Met een knap staaltje PR, prima samenwerking met stakeholders en goede sponsorships werd veel publiciteit gegenereerd. En dat alles zeer kosteneffectief met meer verdiende dan betaalde media. En last but not least, 1 winnaar en 3 nieuwe ondernemers met een eigen winkel in Spijkenisse.